Akim, al menig wedstrijd in het Ethershirt. Is dit het laatste jaar of kunnen we volgend jaar nog de Dream verwachten? Nee, dit is wel echt het laatste jaar. Lekker. Ja. Het is goed geweest. Ik word al in januari 39 en ik heb 3 kinderen, wat hockey en thuissituatie. Iedere morgen opstaan, iedere morgen wel vaak opstaan met pijn in mijn lichaam. Het is goed geweest. En als je dan terugkijkt naar al die jaren, wat is dan de dingen die eruit springen? Kampioenschap 2012. Beker met Nijmegen 2006. Alle WK's wat ik gespeeld heb voor Nederland. De beker vorig jaar winnen natuurlijk. Dat zijn toch wel de highlights. En met Luik kampioen geworden. Dus dat zijn wel de highlights van de carrière. Dit weekend toch overtuigend ijshockey. Wat doet dat met het moraal voor jullie als een groep? Ja, dat is wel belangrijk. Vooral tegen je naaste concurrenten natuurlijk, Heerenveen en Den Haag. Vrijdag hebben we een hele goede pot neergelegd op het ijs en dan trek je helaas aan het kortste eind. Vandaag laat je toch zien dat je toch goed kan hockeyen met 3-4 lijnen door kan rollen. En het resulteert in een 6-3 overwinning. Inderdaad, ja, helaas het laatste jaar van de Dream. Wat zou je de jonge jongens nog willen meegeven? Hard blijven werken. Genieten van ieder moment. Het is niet vanzelfsprekend dat je het shirt aan hebt, dus dat moet je ook altijd in het achterhoofd houden. En werken voor iedere meter ijs. Op vrijdag een spannende wedstrijd, helaas een overtime verloren. Vandaag weer een sterke partij gespeeld. Wat is er dit weekend anders nu we weer het Ethers zien wat we kennen? Ja, ik denk dat het tempo net wat hoger ligt. We voeren onze taken wat beter uit en het is gewoon allemaal net wat meer gefocust. Dus het komt weer een beetje bij elkaar als ploeg. Weer de scherpe lijntjes. Ja, zeker. Net een beetje de details. Ik denk dat we geen slechte wedstrijd hebben gespeeld dit weekend. Ik denk dat we gewoon eindelijk weer een keer ons plan uitvoerden. Zaterdag of vrijdag dan net verliezen, maar dat was al beter en vandaag gewoon een goede wedstrijd. Mees, nu terug van 2 jaar in Amerika. Hoe bevalt de CHL voor jou? Ja, eigenlijk heel goed. Ja, we hebben gewoon een toffe ploeg, maar ook leuke jongens bij elkaar, goed team. Dus tot nu toe is eigenlijk alles precies zoals ik het zou willen. 2 jaar in de VS gespeeld. Wat zijn de verschillen van daar en hier? Ja, ik heb daar wel op juniorenniveau gespeeld. Dus dit is wel net een stapje hoger met volwassen gasten erbij. Net een partijtje harder. Maar het tactische daar in Amerika is echt wel op heel hoog niveau. Dus dat heb ik daar wel mee gepikt. Dus dat is wel handig voor hier. Ik neem aan dat je de talenten ook gebruikt. Hoe keek jij voor het seizoen naar dit seizoen? Dat je wist dat je in de CHL ging spelen? Ja, ik wist dat ik me toch moest gaan aanpassen. Ik bedoel, je speelt met mannen, je speelt niet meer in de jeugd. Dus het is toch andere ijshockey. Dus ik heb gewoon als doel gezet om gewoon onderaan te beginnen en dan gewoon kijken wat er van komt. Dus eigenlijk bijna zonder verwachtingen hierheen gekomen en gewoon proberen op niveau te komen.